Welkom bij een nieuwe video van Wat te doen. Rico is er vandaag niet bij, hij moet werken, jammer genoeg. Maar ik ben hier vandaag met mijn grote vriend Freerunner Dex. Het linkje van zijn kanaal staat in de beschrijving. Ja, cameraman Nick. En ik ga jullie vandaag uitleggen samen met Dex in stappen hoe je een frontflip op de trampoline. Dus hier komt stap 1. Nou mensen, hier komt dus stap 1. Zoek allereerst een trampoline op, veilig. Nou, klop of een springkust, dat kan ook op een camping of zo. Er is altijd wel iets in de buurt om op te springen. Nou, wat je eerst gaat doen, je moet gewoon goed beheerst recht hoog kunnen springen. Een beetje dit. Veel hoog hoef je niet, veel laag moet je ook niet gaan. Dat, en hoe je dat dus doet, is gewoon voor je kijken, dus recht blijven gaan. Nu gewoon een beetje oefenen, armen zo de lucht in, waardoor je hoog gaat en één been. Dus jullie zien dit been, of dit been, maakt niet uit. En gewoon zo. En dan kom je redelijk hoog. Je kan wel hoger, maar dat hoeft niet. Dus, dat is stap 1. Nu komt Dex met stap 2. Mensen, ik ben dus Dex. Ik ga jullie de frontflip stap 2 uitleggen. Je doet kin op je borst en je maakt een kleine heen. Dat je een beetje de drijft. En dat moet je goed onder de knie krijgen. Dus goed kin op je borst. En dan leg je ook even uit op de grond. Je moet ook op de grond goed onder de knie hebben, zo. Een koprol gewoon. Gewoon een koprol als je dat goed kan. En dan gaan we dat bij in stap 3 gaan we dat gewoon combineren. Dat gaan jullie zo ook zien. Stap 3 is stap 1 en 2 combineren. Dus een koprol eigenlijk in de lucht. Zo. Op je rug landen. En landen. Stel je durft het niet. Pak er een matje bij. Kijk, wij hebben niet echt goede matjes hoor, maar een yoga matje is al genoeg, want ja, ik snap dat sommige mensen het niet durven. En je gaat gewoon stap 4 gelijk hier. Als je dit goed onder de knieën, gewoon op je rug landen, heel vaak gewoon met een zoveel. En heel vaak zo. Altijd kin op je borst, vastpakken. Maar, dan is stap 4, dan natuurlijk landen. Maar ja, dat is natuurlijk nog wel moeilijk. En ik ga je nu uitleggen hoe je dat moet doen. Meestal mensen beginnen met een salto, doen ze hem een beetje zo. Doen ze niet echt invouwen. Dus dat is wel een van de belangrijkste dingen. Blijf gewoon oefenen met hoog springen. En echt zo vastpakken. Niet slordig zo. Want dan gaat het mis. Want als ik dit doe, gewoon normaal springen netjes en invouwen, gaat het goed. Met een matje maakt niet uit in de blokkenbak als je dat hebt. Bij freerunnen bijvoorbeeld. Of in een gymzaal. Blijf het oefenen zo, hup. Totdat je hem plant. En dit was de video hoe je de frontflip moest doen. En nu, jullie gaan nu nog een paar freerunner dingen zien. En